Nou, we hebben inderdaad 6 wekelijks overleg met de wethouder. Dan praten we niet alleen, praat ik niet alleen met de wethouder, maar ook een drietal andere bestuursleden. Dat zijn de voorzitters van de afdelingen van de verschillende kernen. Dus dan praten we over Voorhout, Sassenheim en Warmond. Die zitten daar ook bij. We bespreken van allerlei onderwerpen, maar ook een van de onderwerpen was inderdaad vandaag de COVID-maatregelen. Want we zijn inmiddels bijna 10 maanden verder en we gaan voorlopig nog niet open, althans niet de horeca. Het is nog niet zover. Ik hoop maar voor de ondernemers, met name in die horecasector, dat we nog voor kerst weer open gaan, dat we van alles kunnen. Ik zeg voor kerst, ik hoop natuurlijk nog veel eerder. Maar, en daar praten we over met de gemeente. Hè. Dus we hebben allerlei voorstellen gedaan, onder andere op het gebied van terrassen die nog groter mogen dan ze al zijn. Overkapte terrassen, verwarmde terrassen, dat soort dingen. Het klinkt wat vaag, maar ze kunnen altijd met vragen bij ons terecht. Als ze concrete hulpvragen hebben, laat ze gewoon bellen. Ik ben dan van het business platform Teilingen. We hebben een back-office, allemaal te vinden op de website. Maar laat ze zich gewoon melden met vragen en wij kunnen kijken wat we voor ze kunnen betekenen. De samenwerking met de gemeente Teilingen, met de wethouder, is naar tevredenheid? Dat vraagt wel eens wel wat geduld van onze kant en dat vinden we moeizaam. Bijvoorbeeld de brief over de COVID en de voorstellen. 25 oktober verstuurd, nog steeds geen reactie. En ik heb vanochtend begrepen dat van mevrouw Volte dat eerst in de commissie DEP behandeld moet worden. En dat we daarna pas antwoord krijgen. Dus dan praten we over 2 december of 3 december dat we mogelijk een antwoord krijgen. En dat is toch wel lang. En ik hoop maar dat niet voor die tijd de zaak alweer open gaat. Want ja, de ondernemers willen duidelijkheid. Die willen weten waar ze aan toe zijn. En wij kunnen die duidelijkheid nu nog niet geven, omdat we afhankelijk zijn van wat de gemeente ons als antwoord geeft.